DJ's hebben alles. Groupies, privéjets en bakken met geld. Waar zijn deze mensen nou nog voor onder de indruk? Onze danceorganist. Organist zegt, ik kan alles spelen wat u wil. Daar kwam het in feite op neer. Ik denk, oh ja, is dat zo? Nou, ik denk, dan heb ik een challenge voor hem. Dus ik heb die uitdaging aangenomen en ja, het is heel goed uitgepakt. Ja. Wonder, boven wonder. Opgenomen, online gezet, 2 dagen later al mailtjes van Swedish House Maffia in de mailbox. Van ja, geweldig, we komen langs. Het is weer eens heel wat anders voor Kerkorgel. Ja, als dat dan uitkomt en ze zitten hier opeens, denk je wel van, ja, what the fuck, het is wel mooi gelukt. Ja, ze waren echt onder de indruk. We zijn woensdagavond dus in Ziggo Dome geweest. We zijn bij de jongens op bezoek geweest. Had u wel oordop in? Niet hardop zeggen. Nou, meneer de Jong, we zouden toch graag een stukje horen. Ja, dat is mogelijk. Dan gaan we dat nu doen. Nou, je moet niet te dik zijn, hè? Ze hebben wel iets laten vallen, die jongens van Swedish House. Van, dat zouden we eigenlijk ook in onze show moeten doen, dat orgelde wat in. Nou, ik zei, ik sta er open voor, dus ik wacht maar af. Lekker mee op wereldtournee, zou ik zeggen. Ik ga zo mee.